Na jaren van schandalen, blessures en verschillende mislukte comebacks maakt golflegende Tiger Woods nu zijn rentree op het World Hero Challenge op de Bahama's. Joost, was je net zo? Ja, ik was er wel een beetje nerveus over. Ik dacht, gaat hij het halen? Ja, ik keek er ook wel weer naar uit. Dus ja. Er gebeurde een hoop. En daaraan zie je hoe groot hij nog steeds is. Want het ging goed, hè, wel? Ja, eigenlijk boven verwachting. Hij staat vijfde. Nou, is dit een beetje een raar toernooi, omdat er maar 18 man aan meedoen. Normaal heb je 150 man. En dan moet je na 2 dagen moet je zorgen dat je in het weekend nog bij bent. Ja, dit is 18 man, dus het is ook een heel fijn toernooi voor hem om te beginnen. Maar hij doet het goed. En, hij stond vandaag ook aan de leiding na de eerste 9 holes die hij speelde. Ja, en dan zie je dat hij toch nog niet de oude was. Dat hij toch fouten ging maken onder die druk. Ja. En ja, daar heeft hij ook gewoon weer tijd voor nodig. Ja, dat is dus wel... Als je toch 300 dagen niet gespeeld hebt, dat moet toch bijzonder zijn, of niet? Ja, zeker voor wat hij ook allemaal in die periode nog heeft meegemaakt. Natuurlijk, ja. Rugoperatie en het hele schandaal dat hij aan de kant van de weg stond met lekke banden en medicijnen in zijn bloed. Ja. En dan nu weer er staan. Ja, dus voor hem natuurlijk wel weer goed. Schets nou even voor de mensen die niet zo into golf zijn, waarom dit zo'n ongelofelijke legende is. Nou, om 10 jaar lang zo'n individuele sporten kunnen domineren zoals hij dat gedaan heeft in zijn toptijd. Dat is eigenlijk ongekend. Ja, en hij heeft golf gemaakt tot wat het nu is. Hij zorgt dat er geld verdiend wordt en dat het eigenlijk 5 keer zoveel is als in de jaren 99 toen hij begon. Dus de eerste sportmiljardair was hij, ja? Ja, eerste sportmiljardair. En ja, ook nu, hij heeft het hele fysieke gedeelte heeft hij in de golfsport gebracht. Hij is echt een atleet. Ja, en daar kon hij mee domineren in die periode dat hij top was. Ja. En zijn mentale gedeelte, als het moest gebeuren onder druk, ja, dan deed hij het. En daar zijn er maar weinigen die dat konden. Of kunnen nog steeds. Een reden waarom hij terug wilde komen, gaf hij ook in een interview een dag of wat voordat dit begon. Is hij een beetje benaderbaar voor jou? Nee, ja, aan de ene kant wel, want hij zit ook in de Players Lounge. Maar het is geen persoon waar je even naartoe loopt en aan tafel gaat zitten en een praatje mee gaat maken. Terwijl dat met alle andere jongens kan dat wel. Ja? Maar hij heeft toch iets bijzonders over zich heen. Hij heeft altijd bodyguards bij zich. Ja, waarom is dat dan? Ja, toch ja, dat soort personen tegenwoordig hebben toch het gevoel dat ze beveiligd moeten worden. Er hoeft maar 1 gek rond te lopen. En we zijn natuurlijk ook op de golfbaan heel benaderbaar. We lopen tussen het publiek eigenlijk. Ja. Dus dat kan maar als hij aan het spelen is, lopen er dan ook allemaal bodyguards mee? Ja, moet je maar eens kijken. En dat is bij de anderen niet zo dus? Er zitten altijd aan de zijkant zitten er 2 beveiligers, vaak op de knie. Ja. En die houden het publiek in de gaten als hij aan het slaan is. Want er hoeft maar 1 gek naar hem toe te rennen. En, tegenwoordig heb je de gekste dingen. Ja. Ja, dan moet hij zich een beetje op beschermen. Maar dat heeft hij al 10 jaar. Ja. Los van het feit, kijk, toen hij aankwam en toen hij mee ging doen naar dat spel, sloeg hij gewoon 40, 50, 60 meter verder dan al die anderen ooit deden. Ja. Met dezelfde stokken. Maar dat was het fysieke gedeelte wat hij al eigenlijk veel vroeger had ontdekt dan de rest. En dat is nu de benchmark geworden. Wil je nu op dat niveau mee, dan zou je moeten zorgen dat je sterk, dat je fysiek mee kan. En dat je die lengte kan genereren. En die jonge mensen die er nu zijn dan, slaan die nou weer verder dan dat hij deed? Ja. Dus hoe ver slaan ze dan? Nou, deze jongens slaan gemiddeld rond de 290 meter. Ja. Oké. Okay. En het gemiddelde op de Europese Tour is ongeveer 255. Ja. Dus zo. Je zit 35 meter boven het gemiddelde. Het komt allemaal uit dat lijf. En met name dan als het allemaal een beetje synchroon loopt. Zijn swing wordt wel gezien als een van de mooiste swings. Ja. Misschien kun jij een beetje vertellen wat we zien als we kijken naar dit beeld. Ja, je ziet gewoon al de bouw, de armen, je ziet hoe gespierd hij is. Maar ook daarnaast is hij heel gespierd, maar ook flexibel. Hè? En dat is de kunst met golf. Je kan wel heel sterk zijn, maar als de spieren in de weg zitten en je kan niet meer draaien of bewegen, ja, dan heb je ook een probleem. En hij genereert er eigenlijk aan de ene kant de kracht met de spieren. Maar tegelijkertijd draait hij ook dat lichaam qua flexibiliteit tegen elkaar op. En hij is ook hypermobiel. Ja, en dat is in golf. Heel veel topgolfers zijn hypermobiel. En die zijn dus heel flexibel. Ja, en als je dat kan opvangen daarnaast met heel veel spiermassa, ja, dan heb je een dodelijke combinatie. Ja, want daarvoor, voordat hij er was, werd het toch wel een beetje gezien als een beetje zo'n sport van mannen die toch gewoon een buikje over de riem konden laten hangen. Ja, hij heeft het hele imago heeft hij veranderd. Hij is ook een paar keer uitgeroepen tot de beste sportman van de wereld. Ja, dan praat je over een golfer. Ja, daarvoor was dat ondenkbaar. En hij zorgde ervoor dat toch... Ja. Dat stereotype beeld
langzaamaan ging veranderen. Maar golf is toch technisch gezien ook een van de moeilijkste sporten die je kan bedrijven? Volgens mij na polstok springen is golf toch heel ingewikkeld. Ja, en daarnaast is het zo dat het technische gedeelte is... Jij speelt, hè? Dat wil ze even gezegd hebben. Ik doe het... Het stelt niet je zegt eerst van het is toch de moeilijkste sport? Ja, en dan? En ik speel het. Maar het is ook echt een hele moeilijke sport. Want ik vraag me ook altijd af, van moet je mentaal nou juist zo sterk... Wat zou nou je moet alle onderdelen. Polstok hoogspringen is denk 99% techniek. Polstok hoogspringen, jongens, hebben we daar knieën. Het heel, heel makkelijk. Ja. We willen jou en je moet die combinatie hebben. En dat is, daarin is Tiger zo goed. Ik wil je één slag laten zien van hem. Zomaar een slag eigenlijk. En daarna is de vraag eigenlijk, kan hij terugkomen op dat oude niveau? Ja, dus dit... Goed. Goede tijd geleden. Ja, dit was denk ik 2005 of zo, 2006. Ja. Ja. Maar dit niveau, zijn oude niveau is dat. Wat denk je? Het zou heel lastig worden voor hem om daar weer... en ook om zo weer te gaan domineren. Omdat de rest natuurlijk ook niet heeft stilgestaan in die tijd dat hij is weg geweest. Hebben die allemaal zin, die rest, om toch weer met hem te spelen? Ja. Want die hebben ook vaak ook nog niet met hem gespeeld. Nee, maar daarom is het juist zo leuk ook voor de jongens. Dus nu kijkt Rory McIlroy, die heeft dan wel wat meer met hem gespeeld. Maar Jordan Spieth, Thomas. Justin Thomas, Die kennen hem eigenlijk alleen van YouTube. Ja. En omdat nu kunnen ze met hun held kunnen ze samen gaan spelen. En het is ijs gewoon heel belangrijk voor golf, dus hij moet weer terugkomen en hopelijk kan hij weer in de buurt komen van dat. Zou heel mooi zijn. Hoe lang kan hij doorgaan? Ik denk dat hij nog een jaar of 4, 5 goede jaren in zich heeft, als hij fit blijft. Juist. Nou, en dan ga jij vast nog een keer met hem spelen. Dat is wel de bedoeling. Juist. We zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Overigens ook de periode van dit programma zit erop. Even hoor. Maar nu veel plezier bij Eva vanaf maandag. En dan melden wij ons eind februari weer. Jullie gaan vanavond weer lekker aan de slag, jongens. Bedankt allemaal. Fijn weekend.